Oh my god, ik ben het in slek aan staan. Wij zijn nog geen 5 meter verder en we hebben het al terug. Ik vind dat super frustrerend dat ouders hun kinderen niet opvoeden op basis van honden. Waarom is ze zelfs aangesprongen? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet het is heel lang geleden dat ik nog eens een vlog heb gepost. Maar ik heb heel zware weken achter de rug, zowel voor mezelf als met het werk. En ik wou even alles op orde stellen. Oh my god, ik ben net in slek aan staan. Cola, je moet niet zo trekken. Maar dus, omdat ik zo'n zware weken heb gehad, wou ik even alles op orde stellen. Ook thuis heb ik wel wat werk gehad met alles voor te bereiden voor de winter en al die zaken. Dus vandaag had ik beslist dat ik terug wou beginnen vloggen. Eigenlijk wou ik het vorige week al doen. Maar dan had ik toch zoiets van, ik ga toch nog een weekje wachten. Want dan kwam er weer van alles. En nu is het eindelijk terug in orde voor terug te kunnen vloggen. Zoals jullie wel gezien hebben, ben ik momenteel in het bos met Koda. Ik wil geen dag zeggen, niet springen. Ik heb die zwarte poten. Dus ik ben met haar in het bos. En ja, ik heb niet gekeken naar de buienradar, want het is weer beginnen regenen. Maar lang leven TikTok hacks voor te tonen hoe je van een sjaal een kap maakt. Deze hek gebruik ik echt al een tijdje. En is super handig als het zo toch plots begint te regenen. Want eigenlijk, een sjaal houdt toch wel wat tegen, had ik ontdekt. Ik heb ook witte sneakers aan. En ja, soms ben ik eigenlijk echt dom en denk ik niet na van, hey, er kan slijk in een bos liggen. Maar het bos was eigenlijk een spontane ingeving. Want ik ging normaal gezien gewoon met haar de normale tour doen. En ze was zo blij en happy, want Koda vindt de regen absoluut geweldig. En ik dacht, kom, we gaan even gewoon het pad doen in het bos. Allee, parkbos. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Erdbrugge Park heet dat, als niemand aan het park is. Maar het is niet dat hier zo bankjes staan om te zitten. Of weet ik dat, zoals het Rivierenhof of het Stadspark. Dus ja, ik noem dit gewoon het bos. Nee, niet rond dat boom. Het ding is, Koda loopt altijd rond bomen waar dat die les dan begint vast te zitten. En ja, dan heb ik een probleem, want zij komt niet terug, want die begrijpt dat niet. En dan moet ik daarachter gaan. Maar dat is echt zo in een modderpoeltje dat was. Dus ik probeer wel zo alert te zijn dat ze mij niet constant in het zak zet hier. En dan krijg je dus zo'n situaties. Dus Koda wilt niet te deur. En ik, ja, het is, we gaan niet naar daar, we moeten naar daar. Dus wat ga je rond die boom doen? Dus we gaan eens rechtdoor proberen. Ja, ben je zo slim om gewoon, ja, nee, nee, oké. Zie, en dan zitten wij dus in zo'n situaties. Dus dan moet ik rond. Maar zie, dan blijft zij ook, ja, blijf staan. Gewoon blijven staan. Goed zo, flinke meid. Ja, goed zo, brave meid. Kom, we gaan verder. Oké, dus dit was eigenlijk een goede interventie. Maar ik heb ook al gehad dat zij daar meer rond begint te lopen. En dan is dat één grote chaos. Maar het is dus gelukt en we moeten richting daar. Wij zijn nog geen 5 meter verder en we hebben het al terug. Maar kijk, hè, dus ik trek dan, maar die wil dat niet. She don't, die, ja, ze snapt het gewoon niet. Dus dan moet ik. Allee, we kan. Hè? Nee, je, niet achter mij aanlopen. Nee, zie, en dan heb je zo'n ding. Dus dan ga ik rond. Ah, ja, 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 kom. Kom. Ah, ja, allee dan. Ik ben echt een herfstpersoon. Maar de modder wil ik er niet bij. Ik vind zo af en toe iets van regen vind ik helemaal prima. Ik vind het wel gezellig om zo in de regen in een bos te gaan wandelen. Maar zo al dat slijk en ik glij echt super veel uit. Ook al heb ik echt zo van die goede Timberlands aan of zo. Ik glij constant uit met dat slijk. Dus als er zo geen slijk zou bestaan, zou ik ook wel blij zijn. Maar ja, dat zeg ik nu. Maar ja, zo hier het midden van dat pad ligt zo echt ziek veel slijk. Dan moet er zo langs de zijkant helemaal rond. En dat vind ik echt niet tof. Dat moet echt zo kijken wat je loopt. Maar ja, Koda trekt soms als hij wat excited is. En dat is echt super vermoeiend aan mij, al dat slijk. Want ik heb eigenlijk nog geen video's dat ik gevallen ben. Maar dat wil ik ook zo houden. Want het zou heel grappig zijn, moest ik nu aan het praten zijn en dan ineens tegen de grond gaan. Haha, heel, heel grappig. Maar nee, dat ga ik dus niet doen. Want ik ben echt super oplettend als ik wandel. Zeker nu met sneakers aan, want dan is je valkans echt 100% groter, denk ik. In plaats van dat je zo wat schoenen met grip hebt, want deze zolen, daar houdt echt niks tegen. Gaan we uit het bos, Koda? Want ik moet elke nog naar de winkel. Kom, let's go! Wij moeten hier altijd zo een schattig bruggetje over, om dan richting de woonwijk terug te gaan. Maar op dat bruggetje ben ik toch niet gevallen, alle chance, want dat is ook zo kletsnat hout. Ah, amai, ik ben even moe. Kom. Ja, rond de boom. Heel flink. De regen is ondertussen gestopt.
En ik wil even zien, kijk, hoe een prachtig huis dat is. Allee, dat is, ik denk dat dat wat co-housen is dat daar wordt gedaan, want er staan keiveel wagens en ook verschillende brievenbussen. Dus ik neem aan dat die villa wat verdeeld is in woningen, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee wat dat zou kunnen zijn. Maar ik wil wel echt eens binnen gaan kijken, ik ben super nieuwsgierig. Want dat is ook een kei grote hof en ik denk dat het van binnen ook echt wel modern is. Maar geen idee, als iemand weet wat dit is, laat me weten. Ik ben net weer thuis met Coda en ik stond de post uit te laden in de brievenbus. En er stonden ineens zo 10 kleine kinderen aan de deur. En die zijn dan voor boven, ik weet niet, die komen spelen of dat is familie van de bovenburen. Maar fingers crossed dat ik niet heel de avond kinderen moet horen. Want ik had gewoon gehoopt op een gezellige, rustige vrijdagavond in mijn zetel. Nadat ik heel veel heb gewerkt de afgelopen weken. Dus ik hoop dat de kinderen echt gewoon straks weg zijn en dat het gewoon rustig is. Want die hebben boven eigenlijk heel veel bezoek. En soms is dat heel storend. Dat is ons 1 tot 1, 2 uur 's nachts in de week rumoerig zijn. En ik ben al 2 keer eens geweest van, kun je alsjeblieft wat stiller zijn? Ik heb de ochtend en ja, dan is dat zo'n 30 minuten stil en dan ben je dan, dan weer terug later en van hetzelfde. En ja, ook Coda was, ja, die kinderen waren heel snel naar mijn hond aan het gaan. Ik had zoiets van, blijf van mijn hond af. En ik vind dat super frustrerend dat ouders hun kinderen niet opvoeden op basis van honden. Raak niet zomaar een andere mens hond aan. Het kon zijn dat Coda een ziek agressieve hond is, dat die een kindje beet en dan is het de fout van mijn hond en dan moet mijn hond ingeslapen worden. Ik heb zoiets van, leer kinderen alsjeblieft om van honden af te blijven of om het te vragen. Ik weet, Coda ziet er heel schattig uit, maar die kennen die hond niet en laat mijn hond met rust. Ik heb dat nogal gehad, dat hier op de hoek van de straat zo'n papa mijn kindje stond en die papa bukte zijn eigenlijk en die was zo Coda zo aan het roepen en zo. En ik had zoiets van, laat mijn hond gewoon met rust. Ik heb daar ook dan iets van gezegd. En hij zei ook zo, chagrijnig mens, ik heb zoiets van, ja, roep mijn hond niet als je daar geen toestemming voor hebt. Ik denk dat hondenmensen mij in deze situatie wel begrijpen, maar voed de kinderen op dat gebied. Dat is super belangrijk. En zo vermijden dat kinderen gebeten worden door honden, omdat ze een hond ongewenst aan laten aanraken. Ook Coda is eens een keer aangeraakt geweest door een kind langs achter, dus dat Coda dat niet gezien had. En dat was echt, ja, die was helemaal in paniek. En ik vind dat zo ambetant dat kinderen dat niet begrijpen dat ze van honden moeten afblijven. Ook zeker, ik weet niet, die waren echt met superveel, echt met 10 of zo. En dan als die met mijn 5 naar mijn hond gaan, Coda is al een bangbeest, laat mijn hond met rust. En dan hoor ik zo'n meisje zo tegen de mama zeggen, want die mama, ja, dat is dan de bovenbuurvrouw. En die zo, ah, ik mocht dat hondje niet aaien. En zij zei alle chance wel, van ja, maar je moet dat vragen. En je hebt dat niet gevraagd, want ik heb het gezien. En ik had gezegd van, dank u dat je mij begrijpt, want die hebben zelf ook boven wel een hondje. Maar ik had vernomen dat die dat weg gingen doen, dus ja, ik weet niet echt hoe dat er boven allemaal is. Maar ik hoop dat ze stil zijn. Momenteel is het wel even stil. Dus ik ben even heel blij, want er is keiveel rommel. Maar ik weet niet wat de plannen zijn voor vanavond, maar ik hoop dat ik gewoon rustig vanavond in mijn zetel een serie kan kijken en van die dingen. Maar nu ga ik eerst even naar de winkel voor boodschappen, want ik heb niks in huis voor te eten vanavond. Ik ben weer thuis van de winkel en ik moet even mijn boodschappen hier uitladen. Want ik had eigenlijk een zin in een ander gerecht om te kopen, maar dan zag ik ineens deze tortellini's en dacht, oh, dat is super lekker. Die zijn gevuld met spinazie en ricotta en dacht, met een mascarpone sausje erbij. Ja, dus dat ga ik doen. En dan het gerecht dat ik eigenlijk van plan was, ga ik dat morgen of overmorgen doen. Want ik ga morgen kerstshoppen. En ja, ik weet dat nog niet. Ga ik in de stad iets eten? Ga ik thuis eten? Dus ik heb gewoon een backup gerecht. En anders is het voor zondag na het werk. En voordat ik ga koken, ga ik eerst even iets van mijn boekenclub doen. Want het is weer tijd om het nieuwe boek van de maand uit te kiezen. En dan moet ik weer even posten, zodat de volgers weer kunnen stemmen welk boek het dan voor december wordt. Want het is nu de 24e en hebben ze zeker nog een week de tijd om het boek te bestellen als dat nodig is. Of als ze toevallig in de bib of zo ergens hebben. Kijk eens aan. Oh, deze gaat zo lekker zijn. Ik heb ook nog wat parmezaanse kaas overgestrooid voor het extra. Maar ik heb er echt super veel zin in. Eet smakelijk! Goedemorgen! Vandaag is het zaterdag en mijn plannen van de dag zijn een beetje gewijzigd. Normaal gezien ging ik vandaag kerstshoppen, maar ja, door omstandigheden kan dat toch niet doorgaan. Maar ik heb al een backup. Ik ben momenteel nog even bezig met een ontbijt te maken, maar ik ga straks met Rani even naar de Van den Borre, want het is Black Friday. En ik heb nog altijd geen tv gekocht.
En ik had er ook een paar opties gezien die qua prijsklasse wel goed zaten en die qua grootte ook wel prima zijn. Dus ik wou er straks eerst eens naar gaan kijken, want ik wil die wel online bestellen. Omdat ja, zo fysiek, dat, ik vind dat niet zo tof om dat te doen. Maar ik wil eerst die tv wel eens in het echt gezien hebben, dat ik er effectief wel tevreden van ben. Dan dat je zo een doos ontvangt en dat je eigenlijk niet weet wat dat je krijgt. Dus dat ga ik straks eerst doen. En voor de rest weet ik eigenlijk niet goed wat ik ga doen. Ik heb wel nog een Q&A van jullie, dat ik een tijdje geleden op Instagram heb gevraagd. Dus misschien dat ik in deze video ook wel jullie vragen ga beantwoorden. Maar dat ga ik nog wel zien, want het kan ook zijn dat er misschien nog last minute iets verandert van plannen of zo. Even een ontbijtje op zijn weekend. En ik ga nog de aflevering van thuis van afgelopen vrijdag kijken. Want ik ga geen digicorder nemen, dus ik kijk eigenlijk alles via de apps. Maar ja, dat is toch gratis, dus dat is eigenlijk een win-win situatie. Dus ik ga kijken, dan mijn ontbijtje eten en dan mijn eigen klaarmaken voor naar Rani te gaan. Ik ben bij Rani toegekomen, maar ze reageert niet op de bel. Ah, ik weet niet of je dat weet, maar heel de blokken hoort dat, hè? Ah, is dat? Hi. Oké, ja, ik dacht ik wel aan. Het echt keiveel uit. Waarom is ze zelfs aangesprongen? Hmm. Oei, dat is... Oké. Okay. Dat is een ballen. Ah ja. Hoe is dat nu aangesprongen? Ik weet het niet. Hallo? Ik ben de sensor. Of kop er iets naast? Oh, ja. See for the help me. Altijd leuk als je dat met twee doet. Alleen is dat maar zielig, hè. Dan kom ik wel helpen. Ah, dat is next up, tijd voor de lichtjes. Jij bent echt even groot als die boom, denk ik. Ja. Die bij mij gaat 2,10 meter zijn. Ja, die is nog wel ietsje groter. Ja? Ja, ik wou niet zo'n kleine. Ik wil echt zo'n hoek inpalmen voor kerst en daar dan mijn boom. Ja. Goed, en deze is, ja, ik heb al gedecoreerd wat dat er was. En deze zijn eigenlijk allemaal nog ballen voor in de boom. 1 uur later en we are finished. Ga je daar nog mee doen? Ja, er staan altijd nog kaartjes en zo. Dit is eigenlijk normaal voor mijn kaartjes aan te hangen. Ah ja. Ja, ik weet niet. Maar dat je kunt hangen. Misschien boven u. Van uw airco. Ja, ik weet het niet. Of rond een plant of zo, buiten? Ja, ik weet het niet. Moeilijk, moeilijk. Kijk hoe gezellig. Ik lig in mijn bed. Allee, ik zit in mijn bed eigenlijk. Maar ik moet morgen, uitzonderlijk in mijn vrij weekend, is de vroege gaan doen op het werk, omdat er een collega in verlof is. En ja, dan moeten wij van het andere weekend ons opofferen om af te komen. Maar het gaat echt een super drukke dag zijn morgen, want ik moet dan tot 1 uur werken. En om 2:30 moet ik in Huis van den Berg zijn voor de verjaardag van mijn zus en schoonbroer. Maar ik ga eerst via het werk naar Schilde, want ik rij met mijn broer mee. En ja, dat is ook nog wel een ritje. Dus ik weet niet of ik 2:30 ga halen. En als ik daar ben, is het ook de laatste Grand Prix van de Formule 1 van dit seizoen. En dat vind ik super jammer, want ja, het is weer de laatste race. Wat ga ik weer elk weekend moeten doen? En ik zie hier al wat tegenin dat het weer gedaan is. Maar ja, niks aan te doen. Die mannen moeten natuurlijk ook wel eens rusten. Dus slaap wel en ik zie jullie morgen. Hi guys. Vandaag is het zondag en ik ben net aangekomen in Schilder. Ik ben nog even te voet naar het huis van mijn broer en schoonzoon aan het wandelen. Dat is nog een kleine 10 minuten. En dan kunnen we instappen en rijden naar Heistodenberg, waar mijn zus en schoonbroer daar wonen. Maar ik zal even buiten adem. Ik had vanmorgen de vroege van 7 tot 1 en ik ben eigenlijk rechtstreeks van mijn werk naar Schilde gegaan. Dank u Rani alvast voor even met Koda buiten te gaan, want als ik nog overhuis had moeten gaan, had ik nog later geweest. En ja, we moeten om 2:30 eigenlijk in Heistodenberg zijn, maar ja, het is nu, hoe laat, al ja, 20 na 2. Dus 2:30 gaan wij nooit niet halen, maar we zijn toch sowieso dan al vroeger dan gepland, want ja, Koda. Ik laat die toch zeker 10 minuten een kwartier wandelen. En dan is dat wel praktischer als ik dan een vriendin dichtbij heb wonen.
die mij heel veel plezier is, even mijn Koda kan gaan wandelen. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb het altijd zo moeilijk met te wandelen en te praten tegelijk. Dat is echt raar. Maar ik weet zo precies dat niet hoe dat ik moet ademen of zo, waardoor dat ik altijd zo snel buiten adem ben. Ik weet niet, misschien moet ik eens naar een logopedist gaan of zo, om dat te leren hoe dat je correct praat en ademt en wandelt tegelijk. Maar ja, ik ben ook wel op een stevig tempo aan het wandelen, maar toch. Ik snap niet waarom dat dat kan. Ik ben weer thuis en het was echt een supergezellige namiddag. Het was een beetje een verjaardagsfeestje in combinatie met housewarming, want veel van de familie hadden het huis eigenlijk nog niet gezien. Want die hadden echt van helemaal gestript en dan terug opnieuw opgebouwd. Echt een supermooi huis geworden. En ook, ze konden aan vertellen over hun reizen en zo, dat ze hebben gedaan, want die hebben zo een busje omgebouwd waar dat ze dan mee rondtrekken. En hebben dan een maand in Noorwegen gezeten, dus dat was echt superleuk om dan wat bij te praten en zo. Ik heb algemeen wel veel contact met mijn zus, maar het is dan toch wel leuk om dan de oma en de opa erbij te nemen en zo. Dat was echt supergezellig. Nu zit ik in mijn zeteltje en ik ga de huidige aflevering van Down the Road even kijken, want dat is een van mijn favoriete programma's, of course. maar ik ga dat dus kijken en daarmee ga ik dan nog een theetje drinken en dan ga ik de avond afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie weer heel snel. Bye!